Dat 2022 geen makkelijk jaar is geweest voor Femke Halsema wordt vandaag pijnlijk duidelijk. In het openhartige interview dat de Amsterdamse burgemeester heeft met het Parool vertelt ze over haar scheiding van haar man Robert Oei. Wij zijn sinds een jaar wonen wij niet meer bij elkaar. Na 19 jaar is er een einde gekomen aan de relatie tussen Femke Halsema en haar man Robert Oei. Maar we zijn wel gewoon samen een gezin en zorgen samen voor de kinderen en zijn dikke vrienden. Stilstaan bij haar vrijgezellenleven doet de Amsterdamse burgemeester niet. Nou, ik werk hard, ik heb een grote vriendenkring en er zijn kinderen, alhoewel die op reis zijn op het moment. Voor Femke breekt er nu een nieuwe periode aan. Ja, je begint, kijk, dat heeft ook te maken met het volwassen worden van je kinderen en dat misschien nog meer, die hun vleugels uitslaan, zit je natuurlijk ook aan een nieuwe levensfase begint. Empty nest, lege nest. Een beetje, maar ja, ook, het is natuurlijk ook spannend. Ja, voor veel mensen was dit een schok. Nou, voor privélezers niet. Voor nee. Jou, jij bracht dit ik al eerder. Ik heb dat in juni kunnen lezen. In mei kreeg ik de tip dat het flink hommelens was in de ambtswoning. En waarschijnlijk dus nogal langer. En toen hebben we dus dat gevraagd. En toen hebben ze het allebei in alle toonaarden ontkend. Femke wilde er niks over zeggen, maar hij loog gewoon glashard van wat een onzin, wat een laster en allemaal voorbij. Terwijl de verhuiswagen voor de deur stond, notabene. Dus ze hebben ervoor gekozen om dat pas tegen het einde van het jaar bekend te maken. Zij echt op een manier van, heb je nog wat beleefd dit jaar? Nou, ik ben gescheiden. En denk ze, dan waait het wel over. Maar het is voor Amsterdam wel groot nieuws. Want ja, een burgemeester, of die nou getrouwd is of niet getrouwd, maakt in feite niet zo heel veel uit. We hebben ook een minister-president die niet getrouwd is. Maar ik vind dat Amsterdammers wel mogen weten of ze de burgemeester daar alleen woont of niet. Toch? Dat is wel, nou goed. Daardoor kwam het ook. Ze hebben twee huizen. Eén in Holiesloot, het landelijke Holiesloot, mag ik wel zeggen. Dat ligt in Amsterdam-Noord. En daar zit hij voorlopig en eigenlijk alleen voorlopig. Ja, veelal alleen. Al schijnt er ook een verhaal te zijn dat er een ander in het spel is. En zij zit dan in die ambtswoning. En daardoor is het heel lang niet opgevallen dat ze al een jaar niet meer samen zijn. Ah, want ze pendelden al. Ja, en ze hebben natuurlijk het nodige meegemaakt dat het regelmatig hommelens was in dat huwelijk. Dat was ook wel duidelijk. We hebben dat incident met dat pistool gehad natuurlijk. Hè. Die zoon die wat kattenkwaad uithaalde. En daar kwam een pistool bij kijken wat van zijn vader bleek te zijn. Die bleek dat nodig te hebben voor een filmopname. Het was wel een onklaargemaakt pistool. Maar ja, dat weet je niet als dat op je gericht wordt. Dus dat was toen een incidentje. Er waren nog wat dingetjes. En Femke is ontzettend gesloten over haar privéleven. Dat blijkt wel. Als je dat een jaar geheim houdt, terwijl het hele stadhuis dat toch moet weten, zou ik zeggen. Ja. Dan is dat op zich wel knap. Maar ja, ik denk dat de burgerlijke status van de meeste burgemeesters, daar hoor je niet zoveel over natuurlijk. Zij heeft toevallig een in het oog springende burgemeester. Dat wou ik zeggen, ja. En iemand die daarna gevraagd is of ze getrouwd is of niet. En daar dan zo omheen draaien, ik vind het op zijn minst gezegd niet netjes. Maar ja, dat zal ze mij ook niet vinden. Ik denk dat dit misschien ook meer opvalt omdat hij zich natuurlijk best wel expliciet heeft uitgelaten over die relatie waar wij lezers van de kranten af en toe van dachten. Ja, klopt. Ja, nou, kijk, precies wat je zegt. Kijk, op zich, het zal me koud laten wat iemand in zijn relatie doet. Lekker zelf weten. Maar, en het is de burgemeester. En bij hem viel het echt op dat hij haar zo erg tegenwerkte. Kijk, je had het al even over de hele pistolenaffaire. Ik weet niet of je dat totaal bizarre interview in NRC nog weet destijds. Waar die zei van, flikker toch op met je ambtswoning. En over dat gesprek zei van, dit gesprek is intiemer dan dat ik ooit met mijn vrouw heb gehad. Ja. Het viel gewoon echt op dat hij elke keer daartegen inging. Zo erg zelfs dat ik met vrienden, natuurlijk wel een beetje gekscherend, maar op een gegeven moment echt een werkwoord had van, je loopt toch niet een Robert Oeje, hè? Zeg maar, als je iemand een beetje aan het tegenwerken bent. Zeg maar, ik wil het laatste pakje kaas en dan pak ik iemand dat je bent me toch niet meer aan het Robert Oeje. Nou, hebben ze toen twee dingen gevraagd. Klopte dat het huwelijk op de klippen gelopen is en klopte dat er een ander in het spel is? En dat zou dan gaan om Jorinde, een collega van hem met wie die documentaires en die films maakt. Hij ontkende het allebei. Maar ja, nu de ene blijkt te kloppen, denk ik toch wel dat de goed ingevoerde bon op het andere punt ook wel gelijk heeft. Dus dat inderdaad het geval is. In ieder geval, de kerstversiering hangt aan de ambtswoning, maar groot feest zal het van binnen niet zijn er aan de Herengracht.